De vooraanmelding van de centrale inschrijving voor het VOS is vandaag gestart. De registratie vindt plaats op de afdeling VOS van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MINOC, aan de Kommewijnenstraat. Net als vorig jaar zal de inschrijving van MULO-scholieren die geslaagd zijn voor het VWO, HAVO, IMEO en de kweekschool centraal plaatsvinden. Het doel is studenten te plaatsen op een school dat dichtbij hun woonadres is en om te voorkomen dat ouders en leerlingen gaan bivakeren voor scholen om een plek te bemachtigen. Leerlingen die ervoor kiezen zich in te schrijven op het NATIN mogen wel zelfstandig in contact treden met de onderwijsinstelling. Vergeleken met voorgaande jaren zijn de inschrijvingen voor het IMEAO toegenomen en van de kweekscholen juist afgenomen. Ulrich Rogers, beleidsadviseur op het ministerie, geeft aan dat nagegaan wordt hoe het groot aantal leerlingen voor het IMEAO geplaatst kan worden. We zijn bezig met de leiding van MINOF om te kijken als we op IMEAO 3 een middag IMEAO gaan plaatsen. Want we hebben toch gezien dat in die buurt er een grote overschot is aan kinderen die in die buurt wonen en te weinig plek op die scholen. Denkt u dat dit systeem, want dit systeem is er al, als ik me niet vergis, drie jaren of vier jaren. En denkt u dat dit systeem wel werkt, naar uw inziens? Dus het werkt wel, maar we zien dat die concentratie toch blijft in het zuiden. Dus het ministerie is doende, dus aan het kijken als we toch gebouwen of lokalen bij moeten bouwen in die buurt. Rogers zegt op persoonlijke titel dat veel personen de afgelopen jaren zijn afgestudeerd als leerkracht en hierdoor is de spoeling voor het vinden van een baan in deze branche dun geworden. Vandaar dat men nu voor het IMEAO kiest. Rogers is tevreden met het verloop van de inschrijvingen vandaag. De eerste manier voor plaatsing is dat je moet wonen in die buurt. We hebben toch een optie opengelaten voor een keuze, in geval de school naar keuze nog een plek heeft. Dat we dan je een plek konden geven op die school. Dat is ook wel gebeurd hoor. Mensen zijn ook geplaatst op een school naar keuze nadat gebleken was dat er nog plek was op die school. En denkt u dat er vanuit jou nog een e-mail bij komt? Een middag e-mail denken wij. Een middag e-mail. Er is geen ruimte voor een dag e-mail. Wat about de havenscholen? Zitten de havenscholen vol? Want de meeste havenscholen zijn sneller vol dan andere. Ja, vooral hier in de buurt bij Passie Bloemstraat is heel makkelijk vol. Die van Lelydorp is heel makkelijk vol. En we komen toch eruit. Op het nippertje komen we er toch uit, ja. Ulrich Rogers, beleidsadviseur op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Vooraanmelding voor de centrale inschrijving is vandaag gestart. De registratie vindt plaats op de afdeling VOS van het MINOC aan de Kommewijnenstraat en geschiet door tussenkomst van de MULO-school-directeuren.